Het boek gaat over een moeder en een volwassen dochter. En die moeder is stervende. En die dochter trekt bij haar moeder in om voor haar moeder te zorgen. En die moeder zit er eigenlijk niet echt op te wachten. Ik wilde eigenlijk een boek schrijven over iemand met heel veel liefde voor voorwerpen. Obsessie voor spullen en voorwerpen. Een van de laatste hoofdstukken heb ik als eerste geschreven. De moeder in het boek die sterft en die komt in de hemel terecht. Die helemaal gevuld is met spullen. En alle spullen die ze ooit heeft gehad, die ze kwijt is geraakt of die kapot zijn gegaan. En die zijn nu weer heel of terug of compleet. Dat is haar hemel, haar ideale wereld. En zo ben ik ooit begonnen met schrijven. Dus de eerste zinnen waar ik ben zojuist gestorven. En om mij heen staat de plastic opblaasbare Barba Papa set. Maar nu weer allemaal heel en compleet. Daar begon het mee. Het is een beetje een gek thema, maar het motto van mijn allereerste boek was een citaat uit een boek van Beckett. En dat was: de stilte te herstellen, dat is de rol der voorwerpen. In relatie tot spullen, tot voorwerpen, dat gaat natuurlijk gewoon over eenzaamheid of over alleen zijn. En als je alleen bent, kun je alleen maar tot spullen verhouden. En dan projecteer je alles gewoon daarop. In hoe je met je spullen omgaat als je alleen bent, zo uit zich wie je bent. Niet in relatie tot anderen, maar tot spullen. Want dat is dan de enige relatie die er is. Dus het gaat eigenlijk over iemand die heel erg graag alleen is. En dat is iets wat in al mijn boeken wel terugkwam. En nu dacht ik, nu doe ik het gewoon eens helemaal. En ik kan me niet schelen dat dat geen dramatisch interessant onderwerp misschien is. En dat er dan niks gebeurt. Dus ik ga dat gewoon helemaal doen. Maar ik geloof dat ik een jaar lang over 40 bladzijden heb geschreven. En het werd inderdaad maar niet spannend. Het is toch meer een soort poëtisch iets. En ik dacht, wat gebeurt er als zo iemand een kind heeft? Wat gebeurt er als zo'n vrouw een kind heeft? En later is het perspectief van dat kind erbij gekomen.